Hey dames en heren, goedemorgen vanuit Spanje. Dames en heren, dit was weer een kersverse dag in Spanje. Deze dag behoort ook tot een van mijn leukste dagen. En ja, natuurlijk is elke dag leuk als je op vakantie bent. Maar je hebt natuurlijk een paar favoriete dagen. En gisteren was echt de favoriete dag. Dus die vlog zou ik ook zeker even checken. En vandaag was ook zo'n dag waar je heel veel herinneringen aan overhoudt als je thuis komt. Zoals gewoonlijk begint elke dag met de ochtend. En daarom gingen wij een lekker hapje eten. Een ontbijtje. Vertel eens wat leuks, Quinn. Nou, we zijn dus in de winkel, maar we hadden dus eigenlijk in 3 dagen echt nog geen één keer water gedronken sinds gisteravond pas weer. En dat vonden we zo lekker dat we nu even genoeg hebben ingeslagen voor de komende dagen. Hey, leuk verhaal man. Hey Dom. De vangst van vandaag zijn appelen. Appels of appelen? Appels. Nou, niet zo appelig. We hebben lekker chocoladebroodjes, kaasbroodjes, een stokbrood, appels. Quinn gaat chips als ontbijt en hij steekt gewoon dat ding in de jampot. Oké. De planning is, we gaan zo naar het strand en wij hebben een soort meeting. Waarom ben je zo irritant? Waarom ben je zo irritant? Ik heb ook geen zwembroek aan, weet je. Ik heb mijn voetbalbroekje aan, dus dat is echt helemaal ruk. Zeg niet dat ik irritant ben. Het enige wat Don zegt is... Nee! Ik weet het niet. Weet jij het? Ik weet niet waar ik was. In ieder geval, strand, dan een meeting, dan lekker varen op een katamaran. En dan gaan we uit eten en dan gaan we naar een heel groot feest genaamd Millennium. Spreek eens Millennium uit of Minimum of dat soort woorden. Spreek het eens uit. Millennium. Oh ja! En nu dat andere woord? Minimum. Nee? Minium. Nee, Minium, nee. Wat is Minium? Bestaat dat überhaupt? Minimum, lul. Minimum. Oh, Minimum. Ja, toen was het tijd om naar het strand te gaan en we gingen varen met een katamaran. Dat is een soort boot met een gat in het midden. Weet je wel, een boot heeft toch 1 punt? Deze boot heeft dan 2 punten, een soort van. Eigenlijk 2 boten soort aan elkaar gelijk, maar dan met een gat in het midden. Quinn en ik hebben de bus gepakt vanuit Blanes naar Uret. Daar zijn we op de boot gestapt, daar lag de boot aangemeerd. En toen was het tijd om op de katamaran te stappen en een feestje te vieren. Want het was eigenlijk een soort feestboot, het was hartstikke gezellig. Nadat we een lekker drankje gedronken hadden op de boot, lekker feestje bouwen, was er natuurlijk ook nog tijd om te zwemmen. En dan ben je terug in het appartement en natuurlijk zoals gewoonlijk moet Quinn weer een scheetje laten. Wacht, hij zit er goed. Ik heb wel iets gedaan. Hey Don! Yo man, hoe is het? Stink je ook naar kaas? Ja, we moeten lachen, want ik probeer gewoon een stukje te verloren, maar het komt gewoon niet uit mijn woorden gewoon. Het komt erop neer, we zijn back in Blanes met Quanes. Komt die ook naar me toe? Ik kom echt niet uit mijn woorden. Maar wat gaan we nou choppen vanavond dan? Iets wat te choppen valt. Ja, poep valt ook te choppen, maar dat is ook niet lekker. Oh! En op die katamaran was ook nog een vent, die vertelde wel een heel apart verhaaltje. Laten we zeggen, een one-of-a-kind story die je maar 1 keer hoort in je leven, denk ik. Quinn, ik weet het weer. Oh! Ik weet het gewoon weer. Er was een vent op de boot. Trap nou niet in mijn ballen, jongen. Zijn bal zijn was uit elkaar. Ja, er was een vent die begon ineens een verhaal te vertellen van... Ja, man, ik ben nu in Spanje. Maar ik kan niet heel veel doen, zoals zwemmen, want... Ik zat op de kwad, die sloeg over de kop. Ik had niks, maar ik was wel in mijn balzak gescheurd. Maar hoe dan? Zat er zo'n snee in mijn balzak? Maar had nergens schade. Hij zei, ik had alleen een snee. Er was niks geraakt. Geen bal, geen draden, geen niks. Maar ik kon wel eens de bal kijken. Ja. Hij kon zo naar binnen kijken. Ik dacht, koekoek, is iemand thuis? Gast, fucking ziek. Ik zou best willen weten hoe dat eruit ziet. Nou, ik val liever toch niet ondersteboven met een kwad. En dan zie ik dat mijn balzak open ligt. Nee, maar ik zou wel willen weten wat erin zit. Hoe dat eruit ziet.
Nou, leuk zo'n verhaal. In ieder geval, onze magen begonnen te knorren en wij gingen even eten en daarna was het tijd voor een van de grootste feesten van Blanes en omstreken, Millennium. Dat was zo dik. What the fuck? Iedereen deed zijn shirt uit, helemaal zwaaien met zijn shirt. Iedereen ging moshpits maken, dat betekent een kringetje. En als de drop komt, gewoon allemaal op elkaar inbeuken. En ah jongen, iedereen los, iedereen meezingen en iedereen dansen. En nou, het was echt niet normaal. Het was echt niet normaal hoe dik feest het was. Ik heb echt super erg genoten. En daarom vond ik het een van de leukste dagen. Omdat je gewoon echt vol kon beuken, echt vol kon dansen. Het maakt niet uit wie je aankeek, iedereen was je vriend. Dat vind ik altijd leuk aan feesten, dat je gewoon met iedereen kan dansen. Het maakt allemaal niet uit. In ieder geval, dames en heren, dit was weer deze dag in Spanje. Morgen natuurlijk weer een nieuwe dag. En ik hoop dat jullie genoten hebben. En zoals ik dan altijd zeg, tot de volgende video.